Belgische financiële sector behield in 2022 een sterke financiële positie en is goed gewapend om onze economie te ondersteunen. De bank- en verzekeringssector beschikt duidelijk over meer eigen vermogen dan de opgelegde ondergrens. Daarom kunnen ze het hoofd bieden aan onverwachte verliezen zonder daarbij een kernfunctie in de Belgische economie of de financiële stabiliteit uit het oog te verliezen. Voor de Belgische financiële sector bleven de directe gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne eerder beperkt. Dat komt onder andere omdat er voor hen weinig betrokken partijen actief waren in het conflictgebied. Toch is het werkveld van de Belgische banken en verzekeringsinstellingen ingrijpend veranderd in 2022 door de forse stijging van de energieprijzen, de hoge inflatie, de stijgende rentevoeten en de minder gunstige groeivooruitzichten. Deze nieuwe context voor het hele financiële stelsel houdt zowel kansen als uitdagingen in. Sommige veranderingen in de activiteiten van de financiële sector lijken positief uit te draaien. Denk bijvoorbeeld aan de stijging van de rentevoeten die een einde maakte aan een lange periode van zeer lage en zelfs negatieve rendementen. Dat zal de winstgevendheid en levensvatbaarheid ondersteunen van belangrijke delen van het zakenmodel van de Belgische banken en levensverzekeraars. Maar de financiële sector moet voorzichtig blijven. De nieuwe situatie van de sector en de normalisering van de renteomgeving houden ook risico's in. Die risico's kunnen bijvoorbeeld zorgen voor grotere kredietverliezen dan verwacht. Ook in een periode van stijgende rentevoeten moeten banken en verzekeraars op behoedzame wijze hun rente- en liquiditeitsrisico's beheren. Zoals gezegd is de financiële sector tot nu toe heel robuust gebleven. Er is een sterk regelgevend kader nodig om deze stevige positie te vrijwaren en om ervoor te zorgen dat de sector de economie op elk moment kan ondersteunen. Daarom blijft de Nationale Bank, net als de ECB en de Europese Bankenautoriteit, pleiten voor een conforme en tijdige invoering van de Basel III-normen voor de banksector. Het bankenpakket dat de Europese Commissie voorstelt, wijkt echter in belangrijke mate af van deze internationale Baselnormen. Daardoor zouden de regels voor Europese banken minder streng zijn, hetgeen niet wenselijk is. Het jaarverslag 2022 behandelt op prudentieel niveau ook onderwerpen die steeds belangrijker worden voor de maatschappij, zoals de impact van klimaatrisico's op de financiële sector en de strijd tegen het witwassen van geld. Deze aspecten zijn en blijven ook in de toekomst prioriteiten voor de Nationale Bank.